Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en ik ben weer terug in deze hele grote piramide waarin ik dat hoofd vond in die kamer en waar ik nu verder ga proberen om dat hoofd te verkrijgen, waarin al die blokjes zitten die ik weet niet hoe handig kunnen zijn. Ik weet ook niet wat het allemaal inhoudt, maar oké. Okay. Ik ben benieuwd. Oh, creeper. Poep. Piep. 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 Ja, jij gaat ook dood. Piep. Oh mijn god. En hij dropt ook een wedet. Oké, kunnen we hier nu een torch plaatsen? Ja, dat is een stuk, dat is wel handig. Hallo, skeleton. Ja, wil je het kopen? Hallo, dit is het kraampje van Melvin, Tante Greet. De vorige aflevering trouwens is een beetje laat. Nou, dat is een beetje een stukje later. Maar in de vorige aflevering ben ik in deze piramide verder gegaan. Heb ik allemaal gangen gevonden. Ben ik uiteindelijk in deze fucking grote kamer geweest gekomen. Als je het niet hebt gezien, dan kan je het altijd even terugkijken. Dat zou ik ook heel erg waarderen. En anders gaan we zo even zorgen dat die hele kamer verlicht raakt. Kijk, dan doen we daar eentje. Godsamme, al die kut XP! Hartstikke mooi dat je er bent, maar ik heb er nu niet echt veel aan dat je hier allemaal mijn hele hoofd gaat verpesten. Mijn hele zicht zelfs. Ik zie gewoon alleen maar groene bolletjes vliegen en dat is ook het echt letterlijk enige dat ik zie. Ik zie er nog een spin lopen trouwens. Ja, zie je, daar klom je al. Haha, en hij valt. Oh, wat een mogol. En die is ook dood. En nu is de vraag. Piep, piep. Oh, ik schrok al. Deze moeten weg. Ik zie dat mijn pickaxe kapot is. Dus dat betekent dat ik nu een stone pickaxe moet maken. Want ik ben behoorlijk dom bezig geweest nu. De bedenking zo dat ik... ja. Godsamme de bamme. Nou. Dat is nu even niks anders. Ik zit er nu over in van... ja, ik heb nu al doodleuk gemaaid met mijn iron pickaxe. Maar dat had niet echt heel veel nut of zo. En ik krijg er ook een heleboel XP, zag ik. En hoe staat het ervoor in deze kamer? Ik durf er bijna niet in te gaan, weet je. Het is hier voor mij zo fucked up vol nog met van die monsters aan de andere kant. Dus... ja, gaan we doen. Ja, ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Oké. Okay. Oké, daar hebben we een creeper. Nee, jij mag niet exploderen. Oké. Oké, we lichten even de kamer op. En volgens mij, serieus, zijn er nog twee creepers. En dat is het. Dat is fucking chill, hé! Oh nee, dankjewel, creeper. Ga alsjeblieft niet exploderen. Nee, dood. Mooi zo. Bedankt voor je gunpowder. Holy shit, zag al die boos liggen. Oké, jij gaat ook even dood. Zo, nog twee hits als het goed is. Ja, helemaal mooi. Oké. We zijn in de kamer gekomen van het creeperhoofd Loch Ness dingetje. Geen fucking flauw idee waar dat is. Maar ja, even kijken wat we allemaal kunnen achterlaten en wat we kunnen meenemen. Ik zie dat ik hier twee stacks met sandstones heb. Dat hoef ik niet te hebben. Dus we kunnen gewoon even kijken wat we hiervan kunnen oppakken. Die string, als we dat nou dan hier ook string van maken, dan is dat ook een optie. Dan gaan we even dat zwaard gebruiken. Holy shit, ik gooi trouwens ook alles op de grond. Zo, dan maken we hier even een string van. 1, 2, 3, 4, 5. En jij gaat dood. 6. En jij gaat dood, zeg ik. Oké, okay. Waar kom je opeens vandaan, kerel? Ik heb nu gedood, maar dat is best wel dom. Dat doet de politie meestal ook niet in één keer, toch? Van, waar kom je vandaan, kerel? Oh ja, nee, ik wil gewoon trouwens de powerbow hebben. En die enderpearl is ook wel handig om te hebben. Ja, maar ik zat even over de politieverhaal van, kerel, waar kom je vandaan? Ja, dat weet ik niet. Oh, oké, okay, ja, mooi zo. Wat zou ik even achter... Dat slaat ook werkelijk nergens op. Maar we kunnen dit allemaal meenemen. Weet je hoe fucked up chill dat is? Ik zag er als wel lava erin zitten en ik heb helaas geen bucket meer met water, dus een diamond! Horses! Ja, we laten deze achter, YOLO. We pakken die diamond, dan gaan we deze ook mijnen. Dan heb ik eerst een... Meen je die, Melvin? Ik heb eerst wat meer iron nodig. En dit kunnen we trouwens allemaal gaan mijnen. Waarom heb ik nou geen iron pickaxe meer? Waarom is die kapot gegaan? Ik kan nu geen flikker hiervan mijnen. Oh mijn god, Melvin. Je bent weer lekker slim bezig. Nou, we gaan hier wel omhoog. En dan kijken we eens waar we nu uitkomen. Ik zal weer een wat van het lekkere zombie flesje eten. Want dat vind ik heerlijk. Oh, dat vult zo goed, hè, dat zombie flesje. Dan kijken we even wat dit uitkomt, deze hele rare trap. En dan moeten we dit maar even onthouden van dat we hier langs zijn gegaan.
En als we dan dat onthouden, dan kunnen we altijd terug om met een... Nou, dat is helemaal mooi. Ik maak ook nog eens even lekker zo fucking achtelijk veel van die... hoe noem je die dingen? Oh mijn god. Oh mijn hel, waar kom ik vandaan? Voor mij... Hoe kut, kleine kutzombie. We gaan naar mijn huis toe rennen. Als het goed is het daar. Ik moet even onthouden dat dat vak daar zit. Dat ik daar dan terug naartoe kan gaan. En dat ik nu eerst naar mijn huisje moet. Mijn huisje is helemaal aan de andere kant van deze piramide. We zijn er dus uit de piramide gekomen. En we hebben dus nog steeds niet dat hoofd kunnen meenemen. Omdat ik geen iron dingetjes meer had. Geen iron. Ja, dat is gewoon de voornamelijkste reden. Daar is mijn huisje. Mooi zo. Met de chicken ren. En ik heb nu... Fucking horse armor. Horse armor. Ik heb paardjes die ik kan spannen. Oh, wat leuk. Ja. Ik kan nu gewoon paardjes gaan fokken. En holy shit, dan loopt een onzichtbaar. Wat? Dan loopt. Hoe kan die spin onzichtbaar zijn? Hoe is dat? Oh, bijna in de. Hoe de fuck kan die spin onzichtbaar zijn? Nee. 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 Dan doen we zo even. YOLO. Ik heb trouwens ook helemaal geen. De iron meer. Dus dat is mooi kut. Nu zit ik wel met de optie om een diamantenzwaard te maken. Dus nou, we gaan even in het boekje schrijven. Waar heb ik die? Die heb ik hier. Ik ben blij dat ik trouwens niet dood ben gegaan in die eigenlijke rotpyramide. Daar ben ik heel blij om. Oké, de dag 5, dag 7, dag 8, 9, dag 11. Ondertussen in de piramide. Volgens mij dag 13... wacht, dat doen we op de volgende bladzijde, want deze bladzijde is bijna vol. Volgens mij is het dag 13. En ik zit hier nu weer in mijn huisje. Ja, ik zit nu weer in mijn huisje. Ik heb zoveel... Ik heb zoveel... Wacht, dat is één woord. Ik heb zoveel mogelijk chesten heb ik proberen te vinden in de... Zoveel mogelijk chesten... Proberen te vinden in de piramide. Dat heb ik ook nu. Dat heb ik nu serieus gedaan. Want anders typ ik het. En dan schrijf ik het niet in mijn dagboek. En ja. Ik heb dus wat diamanten gevonden. Ik heb. Nou, mijn iron pickaxe is gebroken. Waardoor ik een boel niet heb kunnen meenemen. Dat is mooi kloten. Dus dat is daar moeten we even een oplossing voor vinden. En we doen eerst Don Dilly Doo. Dan hebben we dat gehad. En ik zag er ook een skeleton lopen. Ik ben blij. Ik zit trouwens wel veilig zo in mijn huisje. Een soort van... Even mijn inventory legen. Wat we allemaal hebben gevonden. Ik heb nog steeds 64 kool. 63 ook goed. Nou, we kunnen die ermee. Die en de bucket moet ik weer even vullen met water. We kunnen die achterlaten. Die en die allemaal kunnen achterlaten. Die kunnen we hier... oh, mijn chest is vol. Holy shit, ik heb mijn eerste chest vol, jongens. En meisjes. We plaatsen hier gewoon een chest bovenop. En die ik dan niet kan gebruiken. Dan plaatsen we een chest hier aan de andere kant. YOLO. Zo, dan doen we dat zo. Dan pakken we even die. Dan kunnen we het even makkelijk weghalen. 1, 2, dankjewel. Dan gooien we deze even verder vol. Die. Nee, de toortjes vind ik altijd wel handig. Gooi die zo. En de spawn horses. Die moet ik sowieso bewaren. Want die is fucking chill. En ik zie trouwens ook alweer dat dag wordt. En dan kunnen we weer even dat leuke deuntje doen. Maar dat is ook alweer een tijdje geleden dat ik dat deuntje heb gehad, weet je. Daar heb ik ook wel even zin in. Oké, ik kan nu ook niet meer slaven omdat we slaven. Ik kan ook niet meer slaven omdat er monsters in de buurt zijn. Chest doen we daar weer in. En dan pakken we nog een wat cobblestone. En dan zijn we alweer goed voorbereid om nog een keer in die piramide... Nee, eigenlijk is het niet. Want ik heb eerst nog... hoe noem je dat, god? Hoe noemde ik wat ik net zei? Hoe noem ik dat? Een pickaxe nodig. Dus dat is dan wel een beetje jammer. Nou ja. We moeten zomaar even kijken als alles doodbrandt. Is het veilig? Mijn deur ligt er trouwens nog wel steeds. Dat is wel weer een beetje kut. Ik hoor soms al, ik hoor alles al verbranden. Dan kunnen we mooi wat spullen daarbuiten vinden. Waar heb... Oh mijn god. Oh, kut, zo, kut, 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 klein kutbeest. Oprotten, op... Oh mijn god. Hoe kan die spin onzichtbaar zijn? Hoe kan dat? Oh mijn god, allemaal spul. Dankjewel, dankjewel. Hebben we hier ook iets? Er zit een... Oh mijn god, ze gaan allemaal voor me dood, jongens. Dit is handig. Dit is heel handig. Dit is super handig. Dit is vet handig. Ja, heel handig. Oké, mooi zo. Waarom is er geen meloen gegroeid? Ik heb fucking food nodig en er is geen meloen gegroeid. Waarom niet? Er is hier alleen een volgroeid, hoe heet het?
waar ik een stuk van kraan kan krijgen. En waar ik dan twee seeds van heb, waar ik dan, wat ik dan kan plaatsen. We gaan eerst trouwens naar de challenges toe. Oh nee, ik moet eerst het deuntje doen. Wacht even. Oké, we drukken op F1 en dan is het. Pakken die voor. Nou. Ja, dat was genoeg. Hele mooie zonsopgang van dag 14, gok ik. Of dag 13. Ik heb geen flauw idee meer hoeveel dagen ik bezig ben. Oké, we gaan nu even kijken welke challenges we allemaal hebben gehaald. We hebben die well nog steeds niet gehaald. We hebben die we kunnen de cake opeten! Yes, die was lekker. Die was zo lekker. Oh, heerlijk. Nou, wat hebben we nog meer? Level 10 gehaald. Dus dat is mooi. Dan kunnen we deze meenemen. Wat hebben we hier? Plant and Harvest. Nee, dat heb ik nog niet gehaald. Vooral is het, volgens mij is het nu vooral allemaal van die dozen. Dat heb ik nog niet gehaald. Craft some bricks. Craft some hardened clay. Dat heb ik nog niet gedaan. Een anvil. Godsamme, weet je hoe vies veel iron ik daarvoor nodig heb, jonge kerel. En giant mushrooms, dat kan ik sowieso nooit meer doen. Wat heb je nog meer? Fill with 64 string, bow and flesh. Make a complete set of diamond armor plus sword. Oké. Hey, kijk, ik heb die voor mij gehaald. Die, of niet? Nou, dat woel, dat komt allemaal wel op het laatst. Wat hebben we hier nog? When pigs ride. Ride a pig in a minecart of a cliff. What the fuck? Sandman. Build a snow golem. Kill 4 each of 5 types of... Kill 4 each of... Nou, dat heb ik nog nooit gehaald. En get a creeper to drop a music disc. Nou, die is niet zo moeilijk. Nou ja. Wat hebben we hier nog? TNT, shoot of 12 kinds. What the fuck? Wat zijn dit voor challenges? Jeetje, man. Jeetje. Zijn ze gek of zo? Nou ja. Ik zal eerst maar even die well maken. Dan kan ik dat ijs krijgen. Nee, dat kan ik niet krijgen. Ja, met een speciale pickaxe. Niet dat ik daar wat aan ga hebben, maar oké. Moeten we nou even kijken wat ik nog allemaal hier kan doen. Godsam, heb ik de grond uit mijn huid. Nou, daar plaatsen we gewoon maar een leuke cobblestone neer. Dan maak ik me nu even gaan flikker uit. Oké. We hebben hier nog wel wat bones liggen. Ik heb, ja, zie je, die green stained clay die heb ik gehaald. Die diamond pick. Ik zit erna te denken over een diamond pickaxe. Een diamond pickaxe, daar zou ik dan in principe wel alles mee kunnen minen. Hij heeft 1000 zoveel uses of zo. Dus het is ook fucking chill om te hebben. Maar ik weet niet. Een full set of diamond armor moet dus ook gebeuren. En ik vind een zwaard belangrijker dan een pickaxe. Maar ik zit ook zonder iron. Dat is ook behoorlijk zwaar kloten. Laat ik dat ook maar even zeggen. Nou, anders gaan we even proberen wat seeds te krijgen. Heb ik nog ergens wat dirt? Ja, kijk, we hebben nog 15 dirt. Anders gaan we gewoon even zorgen dat dit wat groter wordt. Deze melon patch en alles. En dan komt het allemaal wel goed. Hoop ik, dat we dan allemaal van die challenges kunnen halen. En dan wordt dit een beetje het farmgebied. En ik dacht er dus nu net aan om even wat seeds proberen te gaan krijgen. Zodat ik even snel een groter gedeelte met wheat kan krijgen. Dat was echt fucked up onduidelijk. Nou ja. We maken even 24 boommeel. We halen deze flauwers hier even weg. We plaatsen hier even een grasblokje, dirtblokje neer. Dat zeg ik toch? Ja, dat zei ik helemaal. We pakken die ook even. En hier hebben we anders een groot genoeg gebied om dit te gaan doen. Oké. We halen alle tweede het weg in de hoop dat we wat seeds krijgen. En als ja, dan zijn we pech gehad. Ik heb nu dus nog geen seed gekregen. Nou, in de hoop dat we nu een seed krijgen. Dit is trouwens ook gelijk een gedeelte van de challenge. Ik heb nog helemaal geen seeds. Een gedeelte van de challenge van die flowers. Dat is ook wel... kijk, daar zijn de eerste seeds al. Helemaal mooi. Dit is, ja, gedeelte... Godsam, begin ik weer opnieuw met die zin. Dit is een gedeelte, ja, van die challenge van de flowers. Zo. Dat moest er even goed uitkomen en dat is me nu nog ook gelukt. Zo, even allemaal weg. Mooi zo. Hoeveel seeds heb ik al? 12 seeds. Fucked up. Goed. Dat is heel chill. Zo. Wat stond daar? Oh, dat was een toren van de piramide. Ik dacht even dat er een reuze creeper stond. Maar gelukkig was dat niet zo. Dat zou trouwens wel wat zijn. Een reuze creeper in Minecraft. Ik weet niet of jullie kennen van de giant in Minecraft. Dat is een... Fucked op grote zombie. Echt super groot.
Die kan je wel inspannen gewoon als je met, ja, met van die plugins of zo op een server. Is wel grappig. Hij is trouwens, ik weet niet hoe moeilijk, maar als je nou zo'n grote creeper hebt. En dat hij gewoon de kracht heeft van 10 TNT of zo. Dat hij dan explodeert en dat gewoon boom. En dan heb je gewoon een heleboel heb je niet meer. Dat lijkt me best wel grappig als ze dat ooit zulke dingen. Ja, dat zou vast wel een mod zijn, maar dat het gewoon in standaard van hele Minecraft komt. Dat zou wel fucking overpowered zijn, maar wat maakt het uit? Dat lijkt me ook wel grappig hoor. Gewoon van alles een grote versie maken, ja. Ja, dat vind ik wel een goede update. En ook een goede update wat Minecraft nog steeds een keer moet doen is dat je bedden met verschillende kleuren wool kan maken. Dat lijkt me heel chill, dat lijkt dat je gewoon, nu als je, maakt niet uit met wat voor kleur wool jij je bed maakt, je hebt altijd een rood bed. Niks verkeerds mee, maar het lijkt me leuker dat je gewoon, wat voor wool je doet, dat de kleur van je deken wordt. Dat je gewoon, gewoon ook een wit deken kan bijvoorbeeld, dat je een compleet wit bed hebt ofzo. Of dat je gewoon alleen een kussen plaatst en dat je dan alleen een kussen op je bed hebt en dat je dan... heel snel koud krijgt in de nacht en dat je dan de volgende ochtend meer moet eten ofzo. Ik weet ook niet wat ik allemaal verzinnen. Dit zijn gewoon allemaal hele slechte ideeën, dat geef ik toe. Nou, ik haal deze nog even weg, zo. Nog 2 seeds erbij, heb ik 40 motherfucking hele grote fucking seeds. En er is er wel gegroeid, die halen we even weg. Als het goed is met een zwaard krijg je er meer van. Of met een bepaalde tool krijg je meer van 1 melon. Maar ik weet niet welke tool dat is. Wat zou ik doen? Ik zou de hoe pakken. Daar is de stone hoe. Oké. We gaan nu al mijn mooie dingetjes planten. We gaan gewoon hier verder. Woep. Zo, hier plaatsen gewoon alles. We maken gewoon hier een leuke farm van. We halen deze even weg. We houden die boom hier in het midden. En dan planten we hier gewoon alles eromheen. Gewoon een mooie, maar niet een vierkante, simpele farm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat zie je ook nog wel. Dat maakte ik zelf ook altijd eerst in Minecraft. Gewoon zo'n simpele vierkante, hoe heet het, farm. Wat dan echt fucking lelijk was. En wat dan echt letterlijk alleen maar voor het wiet was. En waar je voor de rest geen flikken mee deed. Dit ziet er nog wel mooi uit. Dat is gewoon hier helemaal om het water heen. Een prachtige, hoe heet het, plaats. Ik haal nog even de sugarcane weg. Dan maken we daar de volgende aflevering even goede farm voor. Want ik eindig nu deze aflevering, anders haal ik nog even de cacaobonen weg. En dan met deze cacaobonen kan ik dan ooit een keer koekjes gaan maken, want dat lijkt me ook wel fucking vet. Dan hebben we heerlijke koekjes, niet te vullen, maar ze zijn wel fucking... Hallo. Nee. Jawel, ik ben er weer. Nee. Jawel. Wat moet je nou weer van mij hebben? Ik word helemaal zenuwachtig omdat je opeens weer in mijn video komt. Wat moet je van me hebben? Nou, ik zat te denken, hè, over je verloren klokje. Wat? Dat begrijp ik niet. Echt niet, nee. Wat moet je nou weer... Waarom? Nou ja, je had dat dagboek, hè. Had je ook teruggecheat, dus. Nee. Dacht, dat kan je ook met het boek doen. Nee, ik ga niet die klok in cheat, hoor. Waarom niet? Je hebt toch ook met je dagboek gedaan? Ik dacht, ja. Nee, jawel. Waar slaat dit op? Dat weet ik niet. Waarom zou ik die klok in... Waarom begin je er opeens 4, 5 afleveringen later over van... Ja, Melvin, je moet die klok in cheaten. daar zie ik het nog niet van in, weet je. Nee. Sowieso, waarom kom je nou weer op het einde van een aflevering? Weet ik niet. Ik heb jou nooit begrepen. Ik weet ook niet wie jij bent en dat wil ik denk ik ook niet weten. Oké, nou ja. Ben je er nog? Nee, en is je ook opeens weer weg? Ik word gewoon onzeker van die kerel. Nou ja, ik plaats alleen de deur terug en dan, ja. Bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog als je genoten hebt van deze aflevering. Doe even een, laat even een leuke reactie achter beneden. Kom ik zeg je al niet. En als je niet geabonneerd bent op mij, druk dan even snel op het knopje abonneren. Dat die beneden staat, dan ben je altijd op de hoogte op al mijn video's. En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is, doei mensen!